Wat ontzettend leuk dat je deze week weer kijkt naar het shotje van de week. En het shotje van de week is deze week vanaf locatie. Nou, met shotje van de week heb ik al heel veel dingen gemaakt met Vlugel. Dus hoe leuk is het dat wij vandaag hier te gast zijn bij, jawel, Vlugel. En voor de gelegenheid hebben wij de mascotte van Vlugel bereid gevonden om achter de bar te staan. Onze mascotte, ik vind het fantastisch. En hij is niet alleen mascotte, ik zei het al, hij is ook barkeeper. Dus hij kan mooi alles aangeven waar wij vandaag de shotjes mee gaan maken. Nou, het shotje van de week, wat hebben we daarvoor nodig? Natuurlijk een shotglas. En achter de schermen zijn we met veel meer, we zijn met z'n vijven. Dus vandaar dat ik 5 shotglazen hier heb gemaakt, want anders dan zijn we alleen met z'n tweeën aan het drinken. En dan hebben jullie ruzie met Vlugel, en die wil je natuurlijk niet hebben, want met Vlugel moeten wij nog heel veel shotjes maken. Nou, ik heb hier inderdaad 5 shotglazen klaargezet. En wat gaan we maken? We gaan deze week maken een hete eet. Nou, geen paniek, we doen niks met vuur dit keer. We hebben wel achter de bar natuurlijk een hete eend staan, maar we gaan het shotje hete eend ook nog maken. Wij beginnen met de Fireman. Die hebben we nodig, de Fireman. Kijk eens, wat doet hij het goed, helemaal gebaard niet meer. De Fireman. En we hebben ook nog nodig een doos Vlugel. Nou, kijk, de doos Vlugel. Ik heb het idee dat onze Vlugel eter al een paar op heeft. Want er zitten eigenlijk 40 flesjes in die doos en ik mis er een paar. Maar goed, geen paniek. Ik heb er maar 5 nodig. Dus ik heb 5 vlugelflesjes. 1, 2, 3, 4. 5 vlugelflesjes heb ik nodig. En natuurlijk de Fireman. Nou, we beginnen met de Fireman. Die shotglazen die kunnen niet helemaal vol, want anders kan de vlugel er niet bij. Ik heb het shotje zelf ook nog nooit gemaakt, maar ik heb gehoord die bij vlugel dat het heel lekker is. En dat de vlugel er nog bij moet, hoop ik dat niet al te veel er overheen gaat, want met drank wil je natuurlijk niet morsen. Dus we doen de shotglazen tot de helft vol, zodat zometeen ook de vlugel er nog bij kan. Nou, de vlugel doe je zometeen erin, niet door middel van het flesje in één keer leeg te kieperen. Nee, de bedoeling is dat je het dopje eraf haalt en dat je het flesje op z'n kop erin doet, dus dat het niet gelijk eroverheen gaat. Ik doe het met de middelste, want er staat die andere camera ook op, dan kan je goed zien wat er gebeurt. Ik gooi hem er dus in en door communicerende vaten, noem ik het altijd maar, gaat het er niet in één keer overheen. Ik ben blij dat het goed gaat. Nou, je gooit ze er allemaal in. Zo, hartstikke idee. En dan heb je gewoon 5 heerlijke, in dit geval, hete eenden. Nou, ik ga ze hier uitdelen. Ik zou zeggen, heel veel plezier met het shotje van de week. Wij gaan ze hier proeven. En natuurlijk, mijn assistent, onze vlugel eend. Dankjewel. Wij gaan proosten.